je hebt nu ongeveer 15 kilometer Tesla Model S gereden. Ben je hooked? Ben je om? Nou, ik ben sowieso om qua elektrisch rijden. Dat was sowieso mijn plan om als eerstvolgende auto elektrisch te rijden. Dus je komt op een heel goed moment. Ik vind hem van binnen helemaal top. En hij ziet er van buiten ook super snel uit. Dus het is wel tot nu toe de mooiste die ik had gezien. Ik was een beetje aan het kijken naar die Fisker Karma. Maar dat vond ik toch een beetje too much. En dit is echt... Dit heeft wel klasse. Dus ik ga er zeker naar kijken. Ik ben ook aan het kijken voor mijn kantoor. Zodat meerdere mensen het kunnen gebruiken. Ik wil het kantoor laten elektrisch rijden. Ja. En kijk, dan past het ook een beetje in het andere mooie dogma. Collaborative consumption. Ja. Als je toch schoon wil rijden, dan is dat meteen een goede aanpak om het ook te doen. Ja. Dus voor mij is dat zeker een hele goede optie. Je mag me de offerte wel sturen. Nou ja, Adlon heeft er al bijna 200 ingezet. En we hebben er nog een aantal... laten we zeggen beschikbaar, die nog dit jaar geleverd kunnen worden tegen die 0% bijtelling. Ja. En Snapcar, dat is zeg maar ook een deelneming van Adlon. Oh ja. En dat collaborative consumption verhaal, ja, dat past daar natuurlijk helemaal in. Hè? Ja. Dus waarom zou je een auto voor jezelf bezitten? Ja. Het kan van een cost center, kan het een moneymaker. Totaal, ja, maar zet je zelf ook een paar Tesla's erop dan? Nou ja, jij zou de eerste kunnen zijn in Amsterdam. Ja, maar jullie faciliteren hebben wij de Snapcar. Zeker. Laten we daar maar eens verder over hebben. Ja. Hartstikke goed. Leuk man, dank voor de test drive. Jij ook bedankt, Maarten.